Hallo en welkom allemaal bij de allereerste aflevering van Gunfactor. Mijn naam is Jasmin en we gaan allemaal mensen in dit programma verrassen met een avondje uit. Ze geven zichzelf op omdat ze vinden dat ze het verdienen of dat een vriend het verdient. En ik zou zeggen, blijf lekker kijken, want het wordt heel gezellig. We gaan naar Funs Gedeuntjes at the Beach vandaag. Het is niet heel mooi weer, maar het zonnetje schijnt, het regent niet en ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook en ik hoop helemaal de mensen die ik ga verrassen ook. Dus daar gaan we nu naartoe. Weekend. We zijn bijna aan de deur. Het is zondag, dus het zou zomaar kunnen dat ze nog in de pyjama zit. Ze weet wel dat ik kom, dus ik hoop dat ze gewoon al klaar is. Ik bedoel, ik ben er wel klaar voor om deze open te maken. Hallo, vertel jij eens eventjes waarom jij de gunfactor hebt. Waarom ik de gunfactor heb? Nou, misschien dat ik mijn meeste in recht in 10 jaar tijd heb gehaald. 10 jaar? We gaan niet over die 10 jaar hebben. Je hebt hem gehaald. Ja. Ik heb hem gehaald. Ik heb eerst HBO recht gedaan. Daar heb ik 5 jaar over gedaan. Toen heb ik een beetje rondgereisd, want dat hoort ook bij het leven. En toen heb ik mijn master gehaald in 3 jaar tijd. Congratulations. Nou, je had het al gezien. Ik heb deze voor je meegenomen. En volgens mij hebben jullie er allemaal wel zin in. We gaan niet voor niks naar een feestje toe. Welcome to the champagne life. Where trouble is a bubble in a champagne glass. Dreams and reality are one and the same. And we gonna do it like this. Got an addiction for life. Nadia is even naar de wc, dus ik ga heel even bij de vriendinnen peilen. Gewoon even wat stiekem inside information over Nadia. Vind ik wel cool. Ik zou zeggen, bars los. Wat kan je vertellen over Nadia? Nadia is de echte Beyoncé. Dat vindt ze zelf ook. Ze vindt zelf ook. Dat ze, is dat dan qua dansen of qua gedrag? Nee, alles. Alles. Het hele totaalpakketje. Dat wil ik wel zien trouwens, hè, straks. Misschien maakt ze een hele videoclip. Op verjaardagen, ja. Dan is ze aanwezig. Zij is de ster van de avond. Dus wie zijn verjaardag het ook is? Hallo. Hey. Hi. Ik hoor net dat jij... Ja, een echte Beyoncé ben. Ik wil wel een Beyoncé showtje zien eigenlijk. We zijn mijn achtergronddanseressen. Put your hands up, up in the club, just broke up. I'm doing my own little thing. You decided to dip you, and now you want to trip you. Dat is wel Beyoncé van de jaren 90. Deze heeft het even niet meer. Ik vind het, ik laten we gewoon weer even gaan zitten. Bam, bam, klaar. Hoe lang zijn jullie eigenlijk vriendinnen al? Maar dit is mijn tweede kleine zusje. Yvette, die ken ik via deze. Wij hebben echt een band. Ik heb gewoon naad de kots opgeruimd, de eerste dag. Mijn eerste keer in een ultra all-inclusive hotel, onbeperkt drank, wat ik nog nooit heb meegemaakt. Dus het is heel logisch dat ik daardoor ga kotsen. Shotjes, denk ik, maar... Lijkt het net, kijk, als dit zeg maar, dit is een woonwijk natuurlijk, dit is niet een average studentenplekje, dus... Ja, maar dat snappen ze. Als iemand langsloopt... Ja. We hebben gewoon een glaasje melk in de hand als we de honden uitlaten. Ik wil nog heel veel zeggen, het is zondag 3 uur 's middags, hè? Ja, borrelen met champagne. Ja. Molenwijk, pimpshit, nooit gestoord. Terug weg geweest en nog steeds in de race. Gepaard met vrees, leid ik als een beetje. Dit is Chella, nooit gestoord, bitches van Wennen. En ik laat me niet kennen, kom alsjeblieft. Misschien hebben jullie het al een beetje gemerkt. We hebben een bodempje nodig. We gaan nu eventjes naar de Mac, geloof ik. Febo, maakt niet uit, we moeten eventjes een touch, even een bodempje. Zodat we daarna gewoon lekker fris en fruitig de bus in kunnen gaan. En dan gaan we naar Funs Gedeuntjes at the Beach. Je grote ware liefde, blijf bij je afgaan. Oh, je bakt er niks van. Oh, je bakt er niks van. Je chick lick pik in elk deel van Amsterdam. We zijn bij de bus en we gaan hier naar binnen. Is niet bang, maar zo'n geile pijlslip. Yo! Hallo meneer de buschauffeur. Hallo, heeft u er zin in? Ik heb er hartstikke zin in, wat dacht je dan? Heeft u een lekker muziekje voor onderweg? Ik heb geen flauw idee, maar ik zou zeggen, zoek maar wat. Misschien gaat het wel goed komen, zo toch? Even in de private lounge. Ja, like a virgin, Madonna is een toppertje. Like a virgin. Woo! Touch for the very first time. Time! Hoe was jouw eerste keer? Kut. Hoe was jouw eerste keer deze? Heel kut. Je weet zelf het antwoord wat hun geven. Van mezelf, ja, die was super kut ook.
Dus bedankt daarvoor. Ik word helemaal awkward. We zijn aan het rijden. Ik heb er super veel zin Bamba in. Klaar. Ik weet niet precies wat er gebeurt, maar dit is echt centimeter. Dit is echt zeg maar zo'n stukje. Die champagne van net zit er gewoon nog steeds best wel in. Het lijkt net alsof ik in een droom zit. Goedenavond, welkom bij het 8 uur journaal. Er is een bus van Vunzig Deuntjes die heel veel zin had om naar een feestje te gaan. Tegen een tram aangereden. Maar we gaan gewoon iets later. De buschauffeur is nog steeds hartstikke gelukkig. Dus ik ook. Everybody catch a bullet, bullet. Yay! Bloemendaal aan zee! Het moment is daar. Ik geef je nog wat anders. Want we willen je bedanken sowieso omdat je de allereerste kandidaat bent. En Vunzige Deuntjes t-shirt. Jawel, jawel. Het begint al super druk te worden en volgens mij gaat het helemaal los zo meteen. Ik wil jullie als eerst bedanken om te kijken naar de allereerste aflevering. Vind je nou dat je het zelf verdient? Dankjewel. Even aannemen. Vind je nou dat je het zelf verdient of ken je iemand waarvan je denkt, die heeft die gunfactor wel? Meld je dan aan, doe het onder Facebook filmpje of doe het lekker onder het filmpje van YouTube zelf. Kom ik naar jouw huis. Oké, let's make a video. I go make you famous, but I know be Gino. Helemaal naar de Gert van, dank jullie wel voor de fijne avond. Mwah! We can have a party. So party at my baby. Oh, see ya.